Simon, fijn dat we nog even met jou kunnen praten. Wat is hier eigenlijk te doen vanmiddag? Vertel. Nou, wij hebben hier een seniorenshow en een muziekmiddag met Marga Bult. Marga Bult, die kennen we allemaal nog uit onze jeugd, hè, want dat was natuurlijk een idool uit de meidengroep Beep. En zij heeft van Nederland in 1987 heeft ze Nederland vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival met het liedje Recht op in de wind. Dat kennen we allemaal nog, dat weten we, dat ligt nog heel dicht in onze herinnering. En die komt hier vanmiddag zingen? En die komt hier vanmiddag zingen en daar zijn we heel blij mee. En Marga die treedt ongeveer 45 minuten op. Marga is ook ambassadeur van Alzheimer Nederland. En het is eigenlijk de bedoeling dat ze tussen de liedjes door daar een beetje over vertelt. Over wat Alzheimer met de mens kan betekenen. En wat het ook vooral doet bij de naaste van die persoon die Alzheimer krijgt. Nou, dat is heel leerzaam, denk ik. Dat is heel leerzaam, denk ik. En heel leuk. En Marga die heeft natuurlijk een verleden als zangeres. En ze is nog steeds een vedette. Als je het er ziet, dan denk je, nou, daar staat nog iemand. En daarnaast hebben we Tom Wolter. Dat is een charmezanger. Hij in zijn eerste optreden vertolkt die Eddie Wally. Dat is ook een best wel beroemde Belgische zanger. En in zijn tweede optreden, dan heeft hij een hele metamorfose doorgemaakt. En dan is hij Thorsten von Liepe-Biesterfeld, een Duitser. En dan zingt hij Duitse slagers. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. En dat speelt zich nu af in de tref. Is dit nou voor jullie uit, voor de KBO uit, het laatste grote gebeuren in de tref? Voor we overstappen naar de nieuwe? Nee, nog lang niet. Wij zijn hier in de tref heel erg welkom altijd. De medewerkers van de tref die dragen ons een heel warm hart toe. Want wij hebben natuurlijk het jaar door, hebben wij hier in de tref allerlei bewegingsactiviteiten. Voor heel veel ouderen. We hebben gymnastiek, we hebben volksdans, we hebben tai chi, we hebben koor. Dus we hebben iedere dag hier wel iets in een tref. Maar dit is een leuke middag, een seniorenshow. Maar 14 december hebben we hier onze kerstviering. We verwachten dan ook weer toch wel zeker 150 mensen. En we houden nog lezingen hier over valpreventie en over de ziekte van Alzheimer ook. En de paasviering hopen we hier nog te doen. Dus wij blijven hier nog, de tref blijft ons thuis nog, tot we over kunnen naar de nieuwe MFA. En wanneer is dat? Wij verwachten dat we rond de zomervakantie in de nieuwe MFA kunnen. Hoeveel mensen gaan er vanmiddag komen, denk je? Nou, ik verwacht eigenlijk een 75 tot 100 mensen. Want we hebben natuurlijk 20 maanden geleden al, moet je nagaan, toen hadden we dit eigenlijk al geregeld. Maar toen kwam corona en toen ging het allemaal niet door. Maar eigenlijk hadden we op 19 maart 2020 hadden we dit optreden. Dus toen hebben we de kaartjes verkocht. Toen hadden we ongeveer 80 tot 90 kaartjes verkocht. Dus ik ben benieuwd hoeveel mensen dat er komen. Ik ben ook heel erg benieuwd. Wij zijn er helemaal klaar voor. Fijne middag met z'n allen. Dankjewel. Zo zeg, goedemiddag zeg. Is everybody happy? Oh kijk, de stemming zit er al lekker in zeg. Onvoorstelbaar maar waar. Het is onvoorstelbaar, dames en heren. Maar dat we in deze paratijden toch nog zo fantastisch samen kunnen zijn hier. En u bent hier allemaal naartoe gekomen in een fantastische hapert zeg. Onvoorstelbaar. Heeft u vroeger allemaal mijn hits meegezongen. De hits van Eddie Wally zeg. En ik ga ze voor u zingen, dames en heren. En u mag allemaal meedoen. We gaan zingen met Sherry. Here we go. Chérie, et danse avec moi du tango d'amour, on vous salue. Chérie, chérie, et vend vous êtes pour l'attendre que bonheur. Chérie, chérie, blijf bij mij de hele nacht. Wauw, geweldig, hè?
chérie. Oh, mijn chérie, slechts op jou heb ik gewacht. Nee, dat klopt, maar dat hoort natuurlijk ook bij de act. Maar dat heeft dus te maken, want mensen denken, wat staat hij nou mee te praten met Bondenbruik? Maar ik doe ook een Eddie Wally act, waar jullie nog beelden van gaan uitzenden, denk ik. En dat is waar een van de uitspraken van Eddie Wally. Altijd super onvoorstelbaar, maar raar, het is ongelooflijk. En dat moet je een beetje terug laten komen in de act. Dus vandaar. Meer de liefde voor het neerzetten van typetjes. En dat is wat ik al heel vaak of heel lang doe en ook met grote regelmaat. En Eddie Wally was natuurlijk een heel leuk type om neer te zetten. Ja, een saaie zanger, die is natuurlijk moeilijk te persifleren. Maar Eddie met zijn witte pak en zijn mooie hoed en noem maar op. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi typetje om neer te zetten. En stiekem doe ik het al toch een heel aantal jaren. Maar het is altijd wel leuk om de muziek van wel eer te brengen. Want ja, daar houdt ook niet iedereen van. Maar op zo'n seniorenmiddag als hier vanmiddag is dat op zijn plek. Je was tot in de details, was je Eddie Wally, hè? Want witte schoenen, ik zag die bril, de roze randjes, zo. Ja. Geweldig. Hoor. Nou, ik moet zeggen, ik heb een intensief contact met de dochter van Eddie Wally. En die zegt altijd, oh, jij trekt er super goed op. Jij trekt er goed op mijn paarden. Ik bedoel, je lijkt er heel erg veel op. En dat is natuurlijk het beste compliment wat je kunt krijgen. Dus heb jij Eddie veel ontmoet? Niet veel, maar ik heb hem wel een aantal keren ontmoet. Want ik woon zelf in Weert en daar lagen de Telstar Studios. En dat was de vaste plek voor Eddie om zijn liedjes op te nemen. Dus daar ben ik wel eens tegen het lijf gelopen. Ja. En ik werd net al aangekomen als zijn omroep Max. En dat klopt. Ik werk eigenlijk ook al een jaar of 8 à 10 voor omroep Max. En dan ga ik eigenlijk door heel het land naar verzorginghuizen en verpleeghuizen. En dit is er ook eentje van, dus ik hoop dat jullie ervan genieten. En het wordt jullie aangeboden dus door Jan Slachter en Companen. En ik denk dat dat toch wel even een applausje waard is voordat ik begin, of niet? Ja. Maar goed, we gaan terug in de tijd. Muziekherinneringen, het is Nederlandstalig, het is wat Engels, Beep komt voorbij. Ach, mensen van alles. En ik denk dat er bij jullie heel veel weer naar boven komt. We gaan gewoon terug in de tijd. Maar deze liedjes kennen jullie ook allemaal. We gaan van Hapert naar Amsterdam. Ja, en inhaken mag hoor. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Ja. Dat bedoel ik. Als de lente komt, ben ik voor jou. Erbij, dus je hebt er zin in. Ja. Nou, en het was ook een leuke middag trouwens. Ja, heerlijk. Het was ook toch mooi om ouderen zo te zien genieten. En dat ze ook weer, door de liedjes die ik dan kies van vroeger. En dat ze een beetje teruggaan in de tijd. Een beetje muziekherinneringen ophalen. Heel leuk. Ja. Je had het over Beep. Ja. En toen dacht ik van, heb ik daar vroeger een foto van boven mijn bed gehad? Maar ik weet het niet meer. Vast zo goed. Wel. Ja, zo. Nee. Nee, ik hoor dat wel eens vaker. Maar Beep was inderdaad een groep. Nou, ik kom eigenlijk uit Twente, van origine, geboorte. Dat hoor je nog aan mijn dialect, denk ik. Oudste van 6 kinderen. En ik ben inderdaad begonnen. Mijn eerste platencontract dateert uit 1971. De tijd van Heintje en Wilma. En toen deed ik ook mee aan Stuiverzin met Ria Bremer. Een lach- en een traanshow had je in de tijd met Mary Servaas en Johnny Hoes. Nou ja, goed, toen ben ik uiteindelijk wel een vak gaan leren. Vonden mijn ouders ook belangrijk. En dat werd verpleegkundige. Dat heb ik 8 jaar gedaan, gecombineerd met allerlei orkesten. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven gezongen. En daarna werd ik gecast door Peter Koelewijn voor de zangeres van de meidengroep Beep. Want je had Luf en je had de Dolly Dots, maar je had ook Beep. En daar was ik de solozangeres van. Ja, dat heb ik ook nog heel lang gedaan. En 16 hits gehad. En ja, de hele wereld gewoon over mogen reizen. Heel veel gewerkt. Ook heel hard gewerkt. Maar ik had natuurlijk in de verpleging had ik niet zoveel van de wereld kunnen zien als toen ik bij Beep was en zong. En dat stopte
eind 86. En toen ging ik in 1987, zo lang is dat alweer geleden, heb ik Nederland vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival met Recht op in de Wind. En toen werd ik vijfde. Dankjewel, maar ik wil het toch zeggen. Simon, ik zie jou toch enigszins vermoeid wallen onder je ogen van een zware show door Marga, hebben we gezien, en die Duitser, hè? Ja, die Thorsten van Liepen-Biesterfeld. Waar haalt hij het vandaan, hè? Waar haalt hij het vandaan? Ik vond hem wel goed. Ik vond het een hele mooie middag. Ja. Wij hebben ook genoten van wat we zagen. Het was alleen voor ons wat lastig, want ze vliegen door de zaal heen. Hè, en wij hadden ons gefocust op het podium, waar mooi licht op is. Ja. Maar goed, we kijken wat we ervan kunnen maken. Ja. Hoe kijk jij als KBO-voorzitter terug op deze middag? Ik vond het een heel mooie middag. Ik vond het gehalte, zoals de artiesten het brachten, vond ik geweldig. Ze namen de zaal mee en iedereen zong mee en klapte mee. Ik vond het heel leuk. Ik vind het jammer dat we de zaal maar half vol hadden. Ik had liever 100 mensen meer gehad. En ik vind het jammer voor degenen die thuis gebleven zijn dat ze dit gemist hebben. We hebben 5 euro entree gevraagd. Daar kregen de mensen dus deze show voor. Koffie met een lekker stukje gebak bij binnenkomst en een consumptie. En nog snacks onder de pauze. Nou, ik vind dat we een prachtig programma aangeboden hebben. En ik blijf zeggen, jammer dat mensen thuisgebleven zijn. Maar ik kan van de andere kant ook wel begrijpen, met deze corona-aanscherpingen, mensen worden een beetje voorzichtig. Even onder ons, die Marga, hoe oud zou die eigenlijk zijn? Nou, die Marga die is van de zomer 65 geworden. Ja, kom op. Ik zou ze dat niet geven. Want ik zou denken, als ze 45 is, dan kan ze er ook nog mee door. Ik vond een prachtige vrouw. Goedemiddag, zeg. Ja, niet te geloven. Ja. En ze was ook nog zo aan het swingen en zo. Het is niet te geloven. Heel sterk. Heel sterk optreden. Heel sterk, ja. En dan te weten wat ze in deze coronatijd allemaal nog gedaan heeft. Hè? Want ze heeft eigenlijk een achtergrond als verpleegkundige. En ze is in het hartje van corona, toen vorig jaar, toen het zo heel slecht ging in Oost-Brabant, daar in de buurt van Uden, in het Bernhezen ziekenhuis, is zij dag en nacht in touw geweest om mensen die op sterven lagen van corona bij te staan. Vaak zonder familie om zich heen. En zij heeft de familie opgevangen en zij heeft dat prima, echt hartverscheurend zoals ze opgetreden is. Petje af voor haar. Jullie kunnen terugzien op een hele mooie middag. Hele mooie middag. Hoe komen jullie eigenlijk aan zo'n show met Marga? Nou, dat komt door een Haberse man, Twan Dirks. Die heeft een evenementenbureau en die heeft natuurlijk contacten in het hele land. En deze middag werd ons aangeboden door Omroep Max. Dus Jan Slachter met zijn consorten. En die hebben een stichting opgericht, Max Maakt Mogelijk. En daaruit is deze show, die ons belangeloos, gratis werd aangeboden door Twan Dirks met zijn evenementenbureau. En daar zijn we Twan natuurlijk ook heel erg dankbaar voor. Maar ook Omroep Max, want ik vind het prachtig. Hartstikke fijn. Wij hebben wij kijken terug op een hele mooie middag. En ik hoop jullie ook. Wij ook, zeker weten. Al die mensen die hier waren, die vonden het heel fijn.